Ik ben Marijn Tinga, de Plastic Soup Surfer. Ik bouw boards gemaakt van plastic afval en die gebruik ik voor campagnes en expedities. En daarbij richt ik me heel erg op beleidsmakers en politiek. En ik probeer de plastic vervuiling terug te dringen. 8 jaar geleden was ik aan het kitesurfen langs de kust en dat doe ik vaker lange stukken. En ik zag dat plastic aanspoelen. En ik dacht, ik ga een board bouwen van dat plastic afval en daar een hele lange tocht op maken. Om aandacht te vragen voor die plastic vervuiling op de stranden. De tocht die ik op dit board maakte, ja, dat was de start van de Plastic Soup Surfer. Hè? De surfer die echt op plastic vervuiling, op plastic soep surft. En dat ging om bewustwording. Maar ik kwam eigenlijk tijdens die tocht achter dat bewustwording alleen niet genoeg is. Hè? Daardoor verandert er eigenlijk vrij weinig. Om echt dingen te veranderen, ja, dan moet je bij de beslissingsbevoegden zijn. Bij de politiek en bij de bedrijfsleven. Daar ben ik me toen heel erg op gaan richten in de expedities daarna. Door bijvoorbeeld petities te starten voor statiegeld op kleine plastic flesjes. Maar ook nog verder door zelf moties te gaan schrijven die dan in de Tweede Kamer aangenomen werden. Wat er gebeurde was dat ik een belofte kreeg van de politiek middels die motie. Maar degene die echt dat statiegeld tegenhouden, dat zijn natuurlijk de bedrijven. Dus ik dacht, ik moet de Coca-Cola's en de Albert Heijn's spreken, de CEO's daar. Want uiteindelijk ligt de beslissing ligt altijd bij één persoon. En die persoon moet je spreken. Dus ik heb een board gebouwd van plastic afval, een subboard dit keer. En daar ben ik de hele Rijn mee afgepeddeld. En ondertussen ging ik op zoek naar plastic afval in die Rijn om dat terug te brengen naar die CEO's van die bedrijven. En dat deed ik met een gerechtsdeurwaarder. En op die manier heb ik hen allemaal persoonlijk kunnen spreken. En ook hun beweegredenen kunnen horen. En dat uiteindelijk allemaal weer doorgespeeld aan de politiek. Dus wij hebben er uiteindelijk met onze campagne van afgelopen 2 jaar ervoor gezorgd dat inzameling van plastic, dat het betaald gaat worden. Statiegeld op plastic flesjes, de politieke doorbraak daar. We hebben ervoor gezorgd dat bepaalde snoepjes niet meer in plastic zitten, maar in waspapier, we hebben plastic uit vuurwerk gefaseerd, waterballonnen, plastic confetti ligt niet meer in de winkels. Allemaal dankzij campagnes van ons in samenwerking eigenlijk met een steeds grotere groep aan mensen die afval rapen samen met ons. Ja, je zou natuurlijk zeggen voor meer landen die doen in afval, die willen zoveel mogelijk afval. Het gaat niet om de kwantiteit, maar het gaat natuurlijk om de kwaliteit. Er zijn zoveel verschillende soorten verpakkingen, zoveel verschillende soorten plastic, dat het heel lastig is om dat hoogwaardig te verwerken. We moeten terug en dat ziet meer landen denk ik ook heel goed.